leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video van YouTube van Jorger hier op YouTube. En vandaag ga ik jullie iets over hebben, maar voor ik ga praten, prima is gelijk de abonneren. En als je al gedaan hebt, gaan we dan beginnen. Ja, ik zat net de YouTube bekijken van Kevrides. En als jullie Kevrides niet kennen, het is Kevin. Die maakt YouTube. Hij is een YouTube-kanaal mee begonnen. Hij maakt hele goede video's van de pretparken. En van vakantieparken, ja. Die ga je allemaal opnoemen. Maar van de pretparken zijn eigenlijk de Efteling, Toverland en Bobbejaanland. En veel meer. Ja, ik ga jullie eens iets vertellen. Want omdat het 2021 is. Omdat de Efteling nog gesloten is, heb ik iets nieuws gedacht. Want ik ga misschien een keer iets leuks laten maken aan deze kanaal. Want ja, ik weet wat ik ga nou vertellen. Het wordt namelijk de Eftelvlucht. En als je de Eftelvlucht niet kent, het is de Eftel van de woord van de Efteling en de vlucht over vlucht. Ja, de Eftelvlucht. En hij is nog niet nieuw, want het kan nog even zo lang duren tot de Efteling weer open is. Maar als het weer door kan laten gaan, als we goed anderhalve meter goed afhoudt, of als corona lang voorbij is, dus kunnen we aan de start. Ik heb wat iets bijgezet, het zijn namelijk de telefoons. Dat ga ik allereerst even vertellen. Want als je wil filmen, we zijn eigenlijk met twee teams. En iemand heeft de telefoon vast. En iemand heeft de opdrachten vast. En ook de andere telefoon zelf. Als je een foto wil laten maken, als je ergens bent, stuur je door naar een ander team waar ze kunnen zoeken. Ja, de teams maken. Ja, heb ik net gezegd, we maken twee teams. Dat doen we met z'n vieren. Maar we gaan niet met een hele grote team. Want als we weer met een hele grote team zijn, wordt het misschien wel een grote drama in de Efteling. Maar dat willen we niet. Ik heb het toch gesloten dat we toch vier teams gaan maken. Er worden ook vier mensen natuurlijk. Want ik ben eigenlijk namelijk de nummer 1 al. Alleen, je moet nog drie mensen nog nodig. De ene rol bij mij, de ene rol bij de ander. Maar als we een tweede aflevering mee maken, dan gaat er iets. Ik weet wel, iets anders. Ja, de teams ga ik nou wel vertellen, want we gaan namelijk een kleur van het team doen. We doen namelijk rood en blauw. Want als de Joefdorshirt klaar is van de blauwe. Er zit ook een klein beetje rood tussen, maar het heeft niks. Maar dat telt ook wel mee. Ja, en ja, iedereen zet gewoon de eigen opdracht vast. Of, als je geen opdracht hebt, je hebt een aflevering, doe even zonder opdracht. Maar ja, we komen wel de opdrachten. Maar, je mag alle eerste aflevering mag je opdracht zelf verzinnen. Ja. Dit is papier namelijk. Ja, als je afvraagt, is er één? Nee, er zijn er twee. Waarom heb ik er twee daarvan? Want iedereen is met vier teams. Iedereen is met twee teams. Ja, we zijn met z'n vier met twee. Ieder klein er één vast. En dan gaan we gelijk aan beginnen. Aan de... Hoe is het even? De Eftelvlucht. Daar gaan we allereerst mee beginnen. Ja, namelijk, omdat ik nou hier ben. Deze video wordt nou ietsje leuker en spannender. Omdat er verschillende scènes zijn, heb ik deze kant en die kant. Het blijft gewoon dezelfde. Maar van de intro, we zijn nog niet met we. Ik ga nog een video intro erover laten maken.
of een andere intro, zet in de reactie wat voor intro het moet zijn. Een video of een andere vanuit de intromaker. Zet het lekker in de reactie. En ik ga deze video even afsluiten. Vond dat een hele leuke video over de Eftelvlucht. Blijf gewoon lekker nog kijken naar deze kanaal. Want dit is pas nog geen aflevering. Maar dit is pas gewoon een vlog. Nou, dan zie ik u morgen bij een gloednieuwe video. En mis niks van het leukste. De Spectralisten. Ik weet niet wat ik allemaal wil zeggen. Nou ja, dan zie ik u morgen weer. Dan zie ik u allemaal. Later.